Breda Nu. Je weet het meteen. Wij zijn met ons team van Kik voor Breda Nu bij Arjen Knook, beeldend kunstenaar geweest, wonend in Breda. En ook bij Gert-Jan Prins, elektromonteur die allerlei voorwerpen maakt waardoor vreemde geluiden omgezet worden naar een soort kunstvorm. Dag Arjen, wat ben je allemaal aan het doen hier? Dag Kees. Wat ben je allemaal aan het doen hier, Arjen? Ja, ik ben een beeld aan het hakken. Aan het hakken? Meer aan het, hoe noem je dat? Drillen? Ja, met een pneumatische hamer en een tandijzer ben ik aan het werk om een tasje te maken in steen. Een tasje te maken? Ja, ik heb daar zo'n voorbeeld staan en dat tasje dat is een inspiratiebron om dat in steen uit te houden. Kun je me uitleggen wat de kunstenaar nou interessant vindt aan een plastic tasje om dat in marmer, wat toch niet al te goedkoop is, te maken? Ja, nou wat ik er interessant aan vind zijn de plooien die zo'n ding kan hebben. Eigenlijk de bollingen, de hollingen, die zijn onbegrensd. Kijk, als ik dus wat beweeg, vind ik die dieptes die je daarin kan bereiken, ja, vind ik fascinerend. Oppervlakte bewerking van zo'n tasje. Om dat dan in zo'n heel hard materiaal weer over te zetten. Dat dat ook plooibaar lijkt. Hè? Terwijl marmer, ook de tegenstelling, het plooibare van zo'n tasje. En dat harde van die marmer. En dat je dat wel plooibaar kan laten lijken. Dat vind ik fascinerend. Dus eigenlijk zeg je dat iets wat ja, een totaal andere materie is, dat kan je omzetten in iets wat dan bijna een eeuwigheidswaarde heeft. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Dat is natuurlijk wel prachtig, maar je gaat dat niet exact namaken, toch? Nee, dat tasje is echt een inspiratie, maar ik wil wel die plooien echt laten lijken. Dus wel als je dat ding straks ziet staan, dat je denkt van hé, er staat een plastic tasje. Als je er dan dichterbij krijgt, dat je dus eigenlijk die verbazing krijgt dat het een stuk steen is. Of dat het een tasje is van marmer. Maar in eerste instantie is het echt de bedoeling dat het lijkt of dat daar een plastic tasje staat. Ja. Is ook meteen jouw bedoeling om mensen te laten zien dat dingen heel anders kunnen zijn dan wat ze eigenlijk zijn? Ja, zeker. Dat heeft ermee te maken. Maar ook de plastic tasje. De plastic tasjes is een absoluut tijdbeeld, denk ik. Je zegt het zelf. Het is een soort statement, toch? Dus het is niet alleen maar dat tasje. Het is ook iets van in deze wereld wordt al zoveel blubber, rommel gemaakt. Ik ga eens even laten zien wat het ook kan zijn. Ja, precies. Zo'n tasje kan ook natuurlijk esthetisch een erg mooie waarde hebben. We gaan er zo aan voorbij door het maar in zulke grote hoeveelheden te verkopen. En ja, niemand staat eigenlijk stil bij hoe die hollingen en bollingen die zo'n tasje vormt, hoe vrij dat ook kan zijn, eigenlijk inzoomen op het detail van zo'n tasje. Dus het mooie van het lelijke? Het mooie van het lelijke, of nou ja, van eigenlijk het alledaagse. Ja, het zijn hele kleine momenten die heel vrij zijn. En daar lopen we met z'n allen keihard voorbij. Het is dat marmer, dat komt uit Italië, specifieke plekken. Dit is inderdaad Carrare marmer, uit de buurt van Carrare. Daar geef ik ook cursus, want daar werk ik ook in de buurt, ongeveer 40 kilometer daar vandaan. En daar komt deze marmer vandaan. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat het uit de buurt van Carrare komt, Carrare marmer. Ja. Is het een specifiek soort marmer? Is het makkelijker te bewerken? Is het helderder? Of wat is er bijzonder aan? Nou, deze marmer, dat is een hele witte marmer. En Carrare marmer kenmerkt zich wel door een hele fijne structuur. En dat is echt de kwaliteit die daar vandaan komt. En dan heb je nog van grijzer tot witter. En dit is een hele witte. Ja. En het is daardoor ook lekker zacht. Ja, is goed te bewerken. Arjen, we staan hier nog eventjes bij een hele kast met gereedschap. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij is het allemaal hetzelfde, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nou, grotendeels hebben de afdeling hamers en bijtels, dus je hebt dat wel heel goed opgemerkt. En aftekengereedschap en nog wat fijnere raspen. Ja, je beeldhoudt heel eenvoudig eigenlijk met hamer en bijtel. Je hebt dan tandbijtels, puntbijtels, bijtels voor zachte steen. Het principe is gewoon, je slaat op zo'n steen een stuk eraf. Wel natuurlijk zoals het moet, maar daar komt het in feite op neer. In principe wel, ja. De techniek van het beeldhouden is eigenlijk niks anders dan hamer en bijtel voordrijven. En je zei net dat je als de jute niet voldoende is, dat je nog bamboe gebruikt ook. Ja, ik maak nog een bamboe buitenconstructie om het geheel nog extra te versterken. En dat je hem ook goed weg kan leggen en de was erin kan penselen. Dus, ja. Het is eigenlijk niet het werk wat je als beeldhouwer doet. Normaal besteed je dit uit, hè? Ja, beeldhouwers besteden dit vaak uit. Het is een redelijk ambachtelijke techniek. Een mal maken. Maar jij vindt het erg leuk om te doen? Ik vind het leuk om te doen. Het is ook een soort noodzakelijk kwaad wat bij het beeldhouwvak toch wel heel handig is als je het beheerst. Ja, absoluut. Een botte zaag, maar ja, er zit staal in. Dus dan ga je niet je beste zagen. Wat ben je nou aan het doen, Arjen? Ik ben aan het proberen een stukje bezem door te zagen met een botte zaag. Daar ga ik niet mijn scherpste zaag aan wagen, want er zit staal in. Die heb je nodig voor? Ik ben een mal aan het maken en om de gips op het beeld op de ondergrond aan te brengen, dan gebruik ik zo'n kwastje. Dat gaat lekker snel. Ja. Aha, dat zullen we dadelijk zien dan. Ja, dat zie je wel. Ja. Ik zou bang zijn dat ik in mijn vingers zou zagen. Heel mini kwastje. Ik kan ook nog wat praten eigenlijk. Arjen, je was net, hebt net gips gemaakt, daar ben je nou iets mee aan het doen. Kun je me uitleggen wat je aan het doen bent? Ja, ik ben een steunkap aan het maken van een mal. Dus een mal. Ik ben een mal aan het maken. En wat komt er uiteindelijk uit die mal? Uit deze mal komt het portret van Godfried Schalcke, een 17e eeuwse schilder die hier in de buurt in Maden geboren is en in Den Haag overleden is. En dat is een opdracht die jullie hebben gekregen? Dat is een opdracht die we hebben gekregen van de heemkundekring Maden en Drimmelen. Ja, klopt. Maar goed, je bent aan het pleisteren en vervolgens, wat gebeurt er dan? Hier komt een harde kap op. Een harde steunkap. En dan gaat, dat houdt die rubber dus eigenlijk in model. Dan gaat dat eraf en dan heb je een holte waarin je een beeld kan gieten. Dat is de bedoeling. Het wordt een beeld van brons of... Ja, klopt. Het wordt een beeld van brons. Dus dan maken wij het hier in was. Dus we gieten in deze mal gieten we een wasvorm, hol. En dan gaat dat model gaat naar de bronsgieter en die giet het zich per du. Pardon? Die giet het volgens het zich per du proces. Dus het wordt ingevormd, vuurvaste mal, die gaat een oven in, wordt uitgestookt en dan wordt daar brons in gegoten. Dus van binnenuit wordt het min of meer uitgehold door dat vuur, waardoor die holte ontstaat. Ja, de vorm van het beeld, de afdruk van de mal, die wordt uitgestookt en daar komt dan brons in te zitten. Klopt, ja. En dan zag ik ook dat je een rietje erin stopte hier. Waar dient dat toe? Ah, dat rietje, ja, dat gaat om een stukje staal, dat het staal niet aan het gips, het staaldraadje niet aan het gipsdraad vast komt te zitten. Zo Arjen, je bent nou jute in gips aan het plooien en dat op de mal? Ja, dat klopt Kees. Ik ben jute in de gips aan het dopen en dat plak ik op de buitenkant van de mal en dat wordt dan hard en dat geeft echt stijfheid en sterkte aan de mal, eigenlijk, aan de steunkap van de mal. Ja. Dus dat is echt noodzakelijk, want anders dan stort het in ofzo, of dan met de brand? ja, precies. Dit is echt een noodzakelijk iets om de vormvastheid van de mal te garanderen, zodat je echt een perfect afgietsel krijgt. Ja, klopt. Arjen, we lopen hier net naar buiten toe.
En dan komen we nog op een mooi terrein met allerlei stukken, brokken, graniet zie ik ook volgens mij en marmer. Ja, petit graniet, het is Belgisch hardsteen noemen we dat. Maar dus het is, zijn over het algemeen kalksteensoorten die hier liggen waarin, waaruit beelden gemaakt kunnen worden. We zien marmer, ja, Belgische steen. Kies je daar nou zelf uit? Ga je zelf op zoek naar stenen? Ja, dat klopt. Ik reis door Europa en ga van groeven naar groeven. En als ik wat tegenkom voor een interessante prijs, dan importeer ik dat. Ja. Dus je bent ook nog eens handelaar. Laten we even dichterbij gaan kijken. Nou, echt handelen doe ik niet. Ik koop het vaak voor eigen voorraad, wat hier, wat of ik gebruik of mijn leerlingen. Ja. Ja. Weet je nu bijvoorbeeld al wat je hiermee gaat doen? Want dit lijkt wel op piramide-achtige zaken en zo. Van sommige stenen heb ik echt al duidelijke ideeën wat ik daarmee ga doen. Andere liggen hier nog te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Maar... Totdat er een vinder komt die weet wat hij ermee wil. Exact, ja, exact. Ik zie daar een hele grote, een bijzondere steen volgens mij. Ja, dat is een markeringsteken eigenlijk van dit atelier Breda. Hier op het industrieterrein. Dat is een Anruchte Grünstein, komt uit Anruchte. En die heb ik daar in de groeven, kwam ik die steen tegen. Ik denk, nou, dat kan wel eens wat moois worden. Wat dacht jij, ik ga even een statement maken van een steen. Ja, een statement, ja. Dat is het wel, hè? Ja. Atelier Breda. Gert-Jan, ik zag net dat jij een aantal... van die draden hebt aangesloten en nog steeds bezig bent om geluid te produceren. Ja, het klopt. Ik probeer te kijken of ik deze kleine zender of ik hem kan ontvangen met deze. Even kijken hoor. Het gaat nog niet helemaal. Ja, die slag die hoorden we wel, maar jij wil andere geluiden, hè? Bijgeluiden, ruisgeluiden. Ik wil kijken of ik deze, dat bekken zeg maar in beweging kan krijgen en dat die gaat dan, dat die deze zender als het ware, die combinatie van die klank van bekken en wat normaal gesproken, dit ding zit normaal gesproken onder een snare drum. Dat is zo'n ding wat bij een slagwerk normaal gesproken zit, hè? De trommel waar het meest veel op geslagen wordt. Maar ik gebruik die als een soort resonator en daar zit een kleine zender op die de mechanische trilling als het ware doorgeeft. Dus het is geen microfoon, maar het is wel microfonisch zo gezegd. En ik ben deze installatie nu zo'n beetje te beginnen om om wat geluid mee te gaan maken en dan te kijken of... dat moet even gaandeweg worden opgebouwd. Ja, het is veel, je zei het straks, het is veel experimenteren, uitzoeken. Hè? Het is niet zo dat het kant-en-klaar is. Gaat het werken en dan er komen waarschijnlijk ook dingen die je niet verwacht hebt. Dat is ook altijd interessant om mee te werken natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, hey, dit herken ik wel, maar ik heb het een tijd niet gehoord. Of dit is iets wat ik wel herken, maar het is weer net even anders. En, ja, maar weet je wat zo grappig is? Ik hoor nog wat geruis op de achtergrond. Dat wordt straks natuurlijk nog veel erger. Hoe bedenk je nou zoiets? Want jij hebt verstand van elektronica. Je bent ook drummer geweest. Ja, hoe bedenk je zoiets? Het was bij mij meer de combinatie van dat je dus slagwerk speelt. En ook dus zeker de fascinatie had met ritme en ook voor mij ook wel klank van slagwerk. En ik had ook een andere achtergrond, dus elektronica achtergrond. Waar ik ook bijvoorbeeld de ruisen en pulsen en storingen bij elektronische geluiden heel interessant vond. Ik deed heel veel met radio's en... zenders en zo. Dan merk je op een gegeven moment, toen heb ik de slagwerk en elektronica ben ik gaan combineren. En dat bleek er toch wel heel veel, ook natuurlijk wel overeenkomsten in te zijn. Ruisinstrumenten in principe, dus dat is, het gaat er dan ook om, een bekken klinkt natuurlijk niet zo heel lang door, maar het is wel een ruisachtig geluid gecombineerd met metaal. En als je bijvoorbeeld dit geluid neemt, dan heb je eigenlijk, zou je ook op kunnen vatten als een bekken wat zich heel lang in de tijd uitstrekt, zo gezegd. Hè? Ja. Dus het heeft een andere verdeling.
En dat is met veel van die, die pulsen die uit dit soort apparaten kunnen komen. Die hebben ook natuurlijk een, zo, komen ook hele ritmische pulsen uit. Dus dan heb je ook alweer een verbinding met het slagwerk. Maar wat mij nou intrigeert is, ruis wil je meestal uitschakelen. Maar jij maakt er juist, gebruik van. Ja, het is natuurlijk een soort tussengebied, hè, waar, wat heel vaak bij voor, ja, als je bijvoorbeeld consumentenelektronica neemt, dan wil men natuurlijk heel vaak van de ruis af. Hè. Het is zelfs zo dat bij de televisies die momenteel verkocht worden, dat die ruis helemaal weg is. Die wordt automatisch elektronisch onderdrukt. Dat is... Maar jij vond dat interessant, om juist daarmee te werken? Een interessant gebied, omdat ik... wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld dat ik dan met radio's en zenders werk. En dat ik dan dus inderdaad met de zender zet je eigenlijk een signaal, een klein signaal in de ether. En op het moment dat je dat signaal aantast, dan komt dus eigenlijk de onderliggende ruis. Die komt ook weer, omdat die er gewoon is, die ruis, die zit ook natuurlijk in de ether. Je hebt ook... ruis bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder zeg maar uit een aantal componenten, waaronder dus de ruis van de elektronica zelf, van de onderdelen en van de schakelingen en zo. Maar ook zit ook een deel ruis uit de kosmos in, zeg maar, gewoon 10-15% is gewoon kosmische ruis. Ja, maar ik ben dan een leek op dit gebied. Ik denk dan leuk, ik hoor nu ook ruis op de achtergrond. Maar wat is dan de fascinatie voor die ruis en om dat dan te integreren in een kunstwerk? Want dit wordt nog een heel erg groot kunstwerk. De hele zaal hier wordt nog gemaakt natuurlijk. Het is ook, ja, ik vind het fascineert mij, die ruis. Het is ook een soort tussengebied. Hè? Weet je ook, het is bijna iets en het is niks. Wat nou precies, ja, hoe wil ik het zeggen? Het geeft mij ook een gevoel van grote ruimte met een zekere mogelijkheid dat iets eventueel kan gebeuren. Dat vind ik wel interessant aan. Ja. Ja, maar jij combineert het ook met muziek, want je bent van origine ben jij een slagwerker? Ja, zoals ik net al zei, je hebt natuurlijk met slagwerk ook, heb je natuurlijk ook heel veel instrumenten binnen het slagwerk die ook ruisklanken produceren. Ja, dat is niet wat ik hoor overigens hoor. Ik hoor gewoon een hengst op dat ding. Ja. En dan denk ik, oké, het volgende geluid. Maar je analyseert het blijkbaar naar iets. Ja, er zit toch ook wel, een beetje ruisklank in, vind ik hoor. Het is in metaal, maar ook wel wat geruis. En dat zou je natuurlijk ook kunnen versterken als je zegt, bijvoorbeeld dit. Hè, kijk, je kan natuurlijk ook, als je dit dingen dit doet, dan... Dan krijg je natuurlijk ook al lichte... Maar dan heb je dus vanuit je slagwerk... heb je dat dus eigenlijk gezien dat kan? Je kan ook ruisklanken natuurlijk al met de stem gewoon maken. Als je bijvoorbeeld zoiets als dit doet, bijvoorbeeld... Dus dat is ook al iets. Het zit ook natuurlijk in onze taal ook verweven. Dat moeten we ook niet. Maar het hoeft dus geen betekenis te hebben. Het gaat dan meer om de klank zelf. En die klank zelf, daar ga je dan iets mee doen. Want ik vroeg me op een gegeven moment ook af: waar wordt die klank, die ruis, die geluiden, waar wordt dat nou kunst? Waar dat kunst wordt? Ja. Dat is een goede vraag. Moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Nou ja, kijk, voor mij bijvoorbeeld, ruis is ook, het is ook een soort bouwmateriaal. Hè? Dus je moet het ook zien als een soort poreus materiaal, waarmee je andere materialen ook poreuzer kunt maken. Dat vind ik ook fascinerend aan. Dat je dus door ruis te gebruiken, dat je een ander materiaal eigenlijk weer ontsluit. Dat je het als het ware, dat is het gevoel geeft dat je door het materiaal heen gaat met die ruis. Dat de mogelijkheid door de ruis te gebruiken als, dat vind ik wel, ja. Het is dus een materiaal wat andere materialen kan doordringen, dat hij mee samengaat, dat is het ook. En waar dat kunst wordt, ja, het is misschien door de, dat vind ik altijd heel moeilijk om dat te zeggen hoor. Wat ik interessant vind, is dat je dus op een gegeven moment je maakt zo de spullen zoals die nu hier staan. Hè? En dan op een gegeven moment dan ontstaat er iets wat je niet verwacht.
En dan denk je van ja, nu klopt alles weer. En dan dat is denk ik het moment dat, dat het ook een soort kunst wordt. Dat het kunst wordt, zo, ja. Maar je staat niet alleen daarin, want heel veel mensen komen kijken, komen luisteren naar je. Dus blijkbaar moet het ook andere mensen fascineren. Ja, dat is natuurlijk wat je ook wel wil, natuurlijk. Wat mooi meegenomen is, hè, zo gezegd. Tuurlijk, maar ja, het is ook... mensen kijken allemaal op verschillende manieren naar, die je heel moeilijk kan meten. Iedereen heeft zijn eigen waarneming. Vind je dat erg, dat mensen er verschillend naar kijken, of vind je dat juist interessant? Ik vind het juist interessant, omdat... kijk, als je iets heel eenduidigs wil maken, waarbij bij wijze van spreken... Nou, het spreekt mij minder aan om... iets te maken waarbij je zeg maar de waarneming tot het uiterste gaat controleren van alle mensen. Dat je echt tot in elke porie zou willen zeggen van ja, maar je moet het zo en zo interpreteren. Want anders dan begrijp je niet wat ik bedoeld heb. Daar gaat het dus niet over. Maar jij werkt ook zo, want je weet van tevoren ook niet precies wat eruit komt. Dus je verwacht misschien van je publiek ook dat zij ook openstaan voor wat jij doet. Ja, ze kunnen zich er ook eigenlijk in... Ja, in zekere zin is dat ook een ja, dat klopt wel wat je zegt, ja. Oké, dankjewel.